Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Jurgen Kalaerts, ik ben 34 jaar en woon in Rumst, waar ik sinds 1 januari 2019 ook burgemeester van ben. Ik ben vader van 1 dochtertje, Marit, en ik stap in de politiek omdat ik hoop dat ik eigenlijk hier in de Wetstraat ook een aantal elementen van de Dorpsstraat kan meenemen. Ik kan mij op 26 mei terugvinden op de 3e opvolgersplaats bij N-VA. En ik hoop eigenlijk dat ik vandaar jullie steun mag genieten om het ook hier in het Vlaams parlement te kunnen waarmaken. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, ik ben burgemeester in Rumst en ik merk dat het toch wel interessant is om ook een aantal lijnen te hebben in Brussel. En met de boutade als de Wetstraat naar de Dorpsstraat moet luisteren, denk ik dat ik daar wel een nuttige bijdrage aan kan leveren. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb onlangs een uitspraak gedaan en ik doe er blijkbaar veel door te stellen dat het een mooi geschenk was met een mooie verpakking, maar ik mocht de strik niet open doen. En dat ging eigenlijk opnieuw over een dossier dat Vlaanderen en de provincie aan het voorbereiden waren voor onze regio. Dat er zeer mooi uitzag, maar dat er toch een aantal zaken in zaten die eigenlijk nefast zouden zijn voor mensen uit de Ruppelstreek in de Antwerpse Zuidrand. Over de mobiliteit. Men wilde een aantal overslagzones gaan voorzien hier langs de Ruppel. En men zou dan een aantal mobiliteitsknopen willen gaan herschikken. En eigenlijk komt het erop neer dat men eigenlijk heel veel vrachtverkeer richting de gemeenten in de Antwerpse Zuidrand wil gaan duwen. En dat zag er zeer mooi uit, met transport over water. Totdat we eigenlijk begonnen door te vragen, begonnen we wel te merken dat er ook wel wat negatieve elementen aan zaten. En dat was eigenlijk het dossier dat in zijn beginstadion mocht staan, maar waar we toch wel blij zijn dat we op tijd de verborgen agenda's die er misschien in zitten hebben kunnen ontdekken. En iedereen moest eigenlijk lachen met die quote dat toen u de vraag stelde, mij is bijgebleven. Dus ik zou die ook willen hanteren. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Goh, ik moet het niet verzoeken. Ik heb 5 jaar voor minister Jan Bon gewerkt. En dat is toch voor mij iemand waar ik de knepen van het vak heb geleerd. Ook diens kabinetchef, Joy Donné, daar heb ik toch wel echt leren hoe dat je goed kunt onderhandelen en ook resultaat kan behalen. Dus dat zijn voor mij 2 mensen die mij de stijl hebben geleerd en waar ik toch wel nog eens aan terugdenk als ik voor een moeilijke uitdaging sta. Ik werk al ongeveer 15 jaar voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus ik heb daar wel wat ministers van Binnenlandse Zaken zien passeren. En na verloop van tijd merk je dat je toch vastloopt op zaken die daar beslist worden en waar ik van denk, dit zou anders kunnen. En dan is er toen op een bepaald moment de afgelopen jaren iemand opgestaan die voor mij wel juiste lijnen uitlegde. En zo ben ik eigenlijk in de politiek gestapt bij N-VA. En eigenlijk de politieke microben is vooral ook ontstaan omdat ik gemeentelijk ook wel wat actief was in allerlei verenigingen en organisaties. En zo kwam er eigenlijk de vraag min of meer gesteld of ik de beide niet wou combineren. Dat was een goede combinatie. Wat zijn uw politieke interesses? Ja, vooral veiligheid. Dat is natuurlijk wel zaken die je federaal vooral ziet. Maar brandveiligheid, politie, dat interesseert mij zeer sterk. Maar op vlak van de gemeente, zoals ik al zei, zijn er heel wat dossiers die ook wel een impact hebben en die hier in Vlaanderen geregeld worden. Dus mobiliteit, ruimtelijke ordening, intergemeentelijke samenwerking. Dat is totaal niet sexy, maar eigenlijk heel belangrijk voor een gemeente. En eigenlijk dingen die hier op Vlaams niveau georganiseerd worden. Dus dat interesseert mij heel hard, ja. Ik denk dat het nuttig is om op vlak van ruimtelijke indeling hier in ons land toch wel eens een aantal fundamentele keuzes te maken. Omdat je anders altijd in de marge bent aan het morrelen en dat je eigenlijk nooit de grote lijnen durft aan te pakken, terwijl dat daar toch wel wat uitdagingen liggen. Dat heeft een impact op mobiliteit, maar ook op hoe dat je gaat wonen, hoe dat je gaat, jezelf gaat organiseren als gemeenschap, als samenleving. Dus dat zijn dingen die ik toch wel hoop een steentje in de rivier te kunnen verleggen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik denk dat een goede wetenschappelijke onderbouwing in de politiek wel beter kan. Ik merk dat er nu vaak wordt gewerkt in slogans en dan vaak in drukkingsgroepen. En dat zijn elementen die niet echt de besluitvorming in de politiek ten goede komen. En een goede onderbouwing, rationeel onderbouwde argumenten om te komen tot een goede besluitvorming,
dat zou zeker wel beter kunnen in de politiek. Ik zeg niet uitsluitend, want dan krijg je misschien ook wel rare zaken, maar ik denk wel dat dat wel meer mag meespelen. Nu wordt het vaak geredeneerd van een tapijtenhandel, iedereen moet zijn ding daarin vinden. En dat is dan vaak ook gestuurd door invloedrijke organisaties die dan een of andere manier een bepaalde partij of fractie aansturen. En dat vind ik niet direct de juiste manier om aan politiek te doen. Want is dat representatief? Ik denk dat niet. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, ik heb een brandweerhelm meegenomen. Ik ben 15 jaar brandweervrijwilliger geweest. En dat is eigenlijk ook een element dat mij allicht heeft gebracht tot waar dat ik nu zit. En zijn de actieve politicus, brandweer is ook een element dat eigenlijk bestuurlijk aangestuurd wordt door de overheid. En daar is het voor mij allemaal begonnen. En ik zal nooit vergeten waar ik kom, want daar leert je uiteindelijk wel wat dat de essentie is. Eigenlijk helpen en proberen een reddingsboei te bieden als niemand het nog ziet zitten. En het interesseert mij ook enorm. En voor mij is dat iets wat op mijn bureau staat, om daar altijd aan te denken waar je mee bezig bent en van waar je komt.